In de gemeente Buren is een politieke rel ontstaan rondom een postercampagne van de plaatselijke VVD. Wij hebben sandwichborden geplaatst om onze campagne van start te trekken. En daar is inderdaad wat commentaar op gekomen van andere partijen. Wij hebben er 70 geplaatst, verdeeld over 15 kernen. De grote kernen Maurik, Linde en Buren staan er wat meer. En in de kleine kernen zoals As en uh, Erichem, daar staan er minder. Er staan er zeg maar drie of vier en uh, in, de, in Maurik iets meer. Er blijken afspraken gemaakt zijn mondeling uh, met de andere partijen acht jaar geleden. Uh, dat we niet zouden wild plakken. Uh, nou sta ik dit niet onder wild plakken. Het plaats van een sandwichbord mag. Is ook niet verboden. Hebben we nagevraagd. De heeft dat nagevraagd in de, bij de gemeente. En het wordt gedoogd. De burgemeester was er ook van uh, op de hoogte niet vooraf maar wel achteraf en nou blijkt er toch wel wat commotie ontstaan. In het verleden was er een hele grote wildgroei aan van dat soort borden. En toen hebben we bij een van de vorige verkiezingen als alle partijen met elkaar afgesproken joh, dat gaan we niet meer doen. He, borden bleven hangen, het werd een bende, borden vielen eraf en uh, dat ging helemaal mis. Dus toen hebben we gezegd, nou dat gaan we niet meer doen, we gebruiken alleen de aanplakborden ervoor. Kijk als mensen een postertje voor hun raam willen hangen, hartstikke mooi, uh, hartstikke leuk. Maar uh, we gaan niet meer alle lantaarnpalen in de gemeentes vol hangen. Ja, niet meer doen. Maar goed, uh, ja, nu staan ze er wel. En ik hoop dat de borden worden weggehaald. En inmiddels heb ik dat ook begrepen van de VVD. Als campagneleider, met eer en geweten, wist ik ook niet van die afspraken af. Dus ja, ik kan daar niks van zeggen. Nee, die afspraken zijn inderdaad zijn ze mondeling gemaakt. Maar goed, uh, volgens mij zijn er bij de VVD voldoende mensen die wisten dat die afspraken gemaakt waren. Kijk, en wat er nog bij komt, en dat vind ik misschien nog wel het grootste probleem. Die borden die verzorgen nu ook overlast. De eerste dag gingen er al borden af. Borden zijn kapot, borden worden vies. Ze hangen over de trottoirs heen. Ze hangen op verkeerde plekken voor het verkeer. Dus dat zijn allemaal wel problemen die erbij komen. En wij horen er heel veel klachten over van onze inwoners. Dus ik hoop dat de VVD verstandig genoeg is om die borden weg te halen. Na, intern beraad is de VVD-buren bereid om de posters weg te halen. Als het echt zoveel uh, on, onrust veroorzaakt, uh, vinden wij dat niet waard om daar een campagne mee te voeren. Want we moeten dadelijk via met elkaar ook in de gemeente samenwerken. En dat is het eigenlijk het allerbelangrijkste. Het gaat om de inhoud, hè. het gaat niet om een paar posters of borden die we plakken. Het gaat om wat we willen zeggen. Vorige week hebben we er al een gesprek over gehad met alle partijen. Want andere partijen zaten daar ook zeker over in. Maar goed, wij zijn een partij, ja, we proberen op te komen voor de belangen van de mensen. En we proberen te horen van de mensen op de straat wat er speelt. En dit is wel een thema wat speelt. Zeker zodra die borden echt vies worden, kapot gaan en over de trottoirs zijn hangen. Ja, nemen mensen last van. En die mensen melden dat bij ons. En dan vinden wij het ook onze plicht om dat weer te melden. Als het echt moet, dan gaan ze weg. We laten ze nog heel even hangen. Misschien dat de andere partijen nog denken van ja, waar gaat het over? Moeten we dit wel doen? Uh, ze kunnen voor, mij, voor mij mogen ze nog reageren van laat lekker staan die borden. Maar als ze willen dan uh, halen we ze weg. We vroegen aan de campagneleider van de VVD of het nou daadwerkelijk om de overlast van de borden gaat. Of meer te maken heeft met de verkiezingsstrijd. Ik, ik denk dat mensen, ja wij zijn zichtbaar hè? En in de verkiezingentijd. En dat doet wat met andere partijen. Uh, ik denk dat daar de commotie om ontstaat.